Het overlijden van Avicii zindert nog altijd na in de muziekwereld. Het belicht een andere kant van wat vaak een droomwereld vol glitter en glamour lijkt te zijn. Ook de Belgische DJ Robert Falcon is aangeslagen. Avicii was voor mij helemaal in het begin zeker iemand waardoor dat ik begonnen ben met muziek te maken. Ik heb van de week op Facebook nog toevallig mijn eerste post ooit. Stond zo van de eerste mixtape, alleen met Avicii Classics. Wil er iemand naar mijn mixtape luisteren? Dat het DJ zijn een zware stiel is, is niets nieuws voor Robert Falcon. 'S Nachts werken en de wereld rondreizen is vaak een aanslag op je lichaam. Bij mij is het gedeeltelijk dat ik er soms even heel vermoeid van ben of echt even heel moeilijk mee heb, omdat ik, ja, dat zijn drukke periodes. En mijn agenda zit niet altijd supervol. Maar als je, ja, ik spreek dan over wereldtop, ja, DJ Mac Top 100 zal ik het noemen, die agenda's zitten constant vol. Voor de Nederlandse DJ Suki werd het allemaal te veel. Hij nam de drastische beslissing om te stoppen met draaien en is nu actief als DJ coach. In 2014 ben ik op tour in een burn-out terechtgekomen. En eigenlijk achteraf gezien puur omdat ik al die jaren lang iets heb gedaan waar ik zelf niet gelukkig van werd. Waar ik mezelf te lang heb weggecijferd. En dat is uiteindelijk te veel geworden waardoor ik in een burn-out terecht ben gekomen. Als artiest zijnde is het heel moeilijk om op een gegeven moment nee te zeggen tegen dingen. Als het eenmaal op je pad komt. Als je 5 jaar hebt gewerkt om op een bepaald niveau te komen en dan ben je op dat niveau. En dan moet je nee gaan zeggen omdat je of geen tijd hebt of moe bent of je hebt een privé dingetje wat loopt. Dat is heel lastig. Hopelijk kan het trieste verhaal van Avicii een les zijn voor alle andere jonge DJ's. Door zijn muziek zal de jongensweet gelukkig nooit vergeten worden.